Oh, ik heb beet. En dit is een hele dikke baas. Hey, welkom bij weer een nieuwe video. Ik vis vandaag op baars, op winterbaars, op grote winterbaars. En ik vis vandaag samen met Timo Oosterveen. Timo is een jonge gast, een hele fanatieke visser. En die is vandaag deze kant op gereden samen met zijn vader. Om te kijken of ze kunnen proberen een grote baars te vangen op de Carolina Rig. Dat is het doel. We zijn al een klein uurtje bezig. Het is nu eindelijk licht genoeg. En we hebben echt al een paar hele mooie vissen gevangen, kan ik je alvast vertellen. Dus veel plezier met kijken. Zie jullie zo. Zeker. Ja, het is echt een kleintje. Ik snap er niks van. Bye bye. Heb je nou een baby, die strooi je eraan? Ja, dit is wel een groot. Wil een weervis. Twee bolken, twee vissen. Ja. Vader ook alleen. Ja. Wel een mooie baars. Ah, dat is een hele fijne. Hoppa. Nou, de derde vis van de ochtend. Na twee kleintjes. Dit is een hele mooie op de tube. Dode knet uit op, echt op het afzinken. De chat was nog niet eens op de bodem en hij pakt hem al. Ah, dit is wel een mooie baas, hè. Doei. Ik kijk altijd wel, blijf altijd naar mijn hengeltop kijken, het hele worp. Ja. Kijk hoe traag ik hem vis. Ik doe hem even zo, een heel klein beetje. Ja. En laat ik hem gewoon weer liggen. Okay. En dan weer een paar tikjes. Ja. Maar niet echt veel draaien met de molen. Echt één slag hooguit per keer dat ik hem actie geef. Of twee misschien. Okay. Maar heel voorzichtig. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Oh, ik heb beet. Zie je, zo langzaam op de Carolina. Dat was nog meest mijn eerste worp. En dit is een hele dikke baas. Ja? Ja, deze gaat wel richting de 50, denk ik. 53. Zo, deze gaat toch die kant uit, hè? Jumig, wat een ding. Zo, de knetters, hè? Wat een bak, hè? Je was ook niet voorzichtig of zo, die aanbeet. Zo. Wat hé? Zo de knetters. Ja hoor. Hey, tik de man, 53. Zo dan. Lekker man. Kijk dan hé, hey, wat een kanon. Zo hé. Dus de voorkant. Punt gaaf ook. Wat een vis hé. Zo. Daar had ik niet durven dromen vandaag. Nee joh. Dan mag jij er een van. Ja, ik ga wel even filmen of zo. Hey, hij is binnendraaien of niet? Wat bizar joh. Kijk uit met die lijn. Goed zo. Trek hem maar in het net zo meteen. Kijk dan wat een ding joh. Rustig aan. Voor in het lippie. Lekker man. Yes, eindelijk. Doe, doe, doe je. Dikke baasvanger van 44. Nice, toen, tijdens het binnendraaien. En nou ja, vol erop. Mooi vis. Goed sterk. Wat voor aasje heb je gevangen? Op een Lucky John buck. Dus 2,5 inch. Heel mooi vis op een Carolina rig.
Oh, een beetje. Alleen maar buiten. Ah, oh, nee. Dat is jammer. Echt een hele dikke buffel, hè. Wacht even, Ruus. Super nice. Maar ik ga niet verder, hoor. Zo, jongens, op de vorige plas waar we net waren, daar was het toch wel echt stilgevallen. Heel erg taai. Dus we hebben even een soepje opgewarmd, lekker gegeten en we zijn nu naar een andere plas gereden. En eigenlijk kregen we vrijwel direct actie. Ik kreeg de eerste worp een aanbeet. Nou ja, die schoot los helaas. En nou ja, we vingen net een hele mooie vis, 49 centimeter. Prachtige bak. Kijk, hij staat gewoon nog na te genieten daar. Ik zie je dat? Ja, in de knoop, hè. In de knoop. Ja, hij zit even weer goed op zijn plek. Nou, super nice. Op naar de volgende. Zien, hè, jongens, wat een lijp mooi aasje ik heb gekregen van Timo. Timo Bates voor weer. Thanks, man. Alsjeblieft, graag. Je hebt je zelf gemaakt, toch? Ja, zeker. Je maakt zelf ook kunstaasjes. Ja, en grote meervallen maken ook en van alles wat, dus een keer wat anders. Ja, super leuk, hè? Ja, leuke zeker. Hobby erbij. Ja, daarom. Dus, kom goed. Nice, doe je goed. Dankjewel. Zo, mensen, dat was hem weer voor vandaag. We hebben een schitterende sessie beleefd vandaag. Het begon echt super goed. In de ochtend een bijtuurtje direct. Een aantal hele mooie vis gevangen ook. Opvallend een paar kleinere dertigers. Wel grappig tussendoor. Nou, het meeste hebben we gevangen vandaag met tubes. Zoals, nou ja, zoals altijd Carolina rig veel gevist. In de winter altijd Carolina rig. Werkt gewoon heel goed. En, nou ja, we hebben de laatste paar uurtjes op een andere plas gevist. Daar hebben we wel wat actie gekregen. Niet veel gevangen. Nog 3 vissen erbij. En een paar lossers helaas. Maar helaas kon Timo er geen vis meer bij vangen. Maar dat komt wel. Die gaat die 50 nog wel een keer vangen. En nou, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.